En Daniel! En René natuurlijk! En jongens, wat gaan we vandaag maken? Sandwiches. Sandwiches. Lekker. Hebben we slagroom nodig? Hebben we stukjes komkommer nodig? Kippie. En nog een kip. Een laatste kip zo aan. En broodjes. Nou, laten we dan beginnen. Vakantie. 3 weken, 4 weken. Vakantie!
ik heb mijn citroen al. Of hier mag ik iets anders doen met reacties? Ja, dan mag je ons verder van. Maar zo loos heb ik maar dat doen. Hij mag heel weinig. Maar nog even gevraagd, maar wat is er gedaan? Als je brood dit kostje open hebt, kan je eten of kan je stukjes snijden voor je salade. Kan je ook doen. Of je kan het in de frituurpan gooien. Op een dak bijvoorbeeld. Nou, genoegen. Kijk, dit is de oude komkommer. En dan, ik heb al voor het filmpje al gesneden. Nou, dat mag dan lekker, want dan kun je net op tijd aan het nemen. Nou, mag ik wel snijden? Ga je nog door snijden, als jij het. Is heel goed voor je. Ja. Nou mensen, het is een brood aan met salade, met kip en sla en komkommer met korst. Het ziet er weer zo uit. Nou mensen, dit was weer een aflevering van Koken en Bakken met Mikey en Daniel. En volgende week maken wij een toezijsbroodje met gehakte bladerdeeg. Ja. Dus kijk allemaal mee naar een nieuwe aflevering van Koken en Bakken met Mikey en Daniel en René.